Lara Baars is nu officieel ereburger van gemeente Bergendal. Tijdens een feestelijke receptie in het gemeentehuis ontving de Paralympische atleet uit handen van burgemeester Mark Slinkman de erepenning die hoort bij het ereburgerschap. Lara is de eerste en voorlopig enige ereburger van de gemeente Bergendal. Ja, zeker. Van harte proficiat. Op 28 augustus begonnen de Paralympische Spelen in Parijs. Voor Lara Baars een hele bijzondere tijd, want hier heeft ze de wereld laten zien dat zij de allerbeste kogelstoter is in haar klasse. En nu mag ze zichzelf ook de eerste ereburger van de gemeente Bergendal noemen. Heel bijzonder. Ik zei net ook al tegen de burgemeester. Uiteindelijk haal ik natuurlijk goud omdat dat mijn droom is. Maar het is zo bijzonder als men de prestatie erkent. En dan vooral met zo'n eervolle titel. Daar ben ik heel erg trots op. Groesbeek leefde enorm met Lara mee tijdens haar deelnemen aan de Spelen. Ook al was het niet de eerste keer dat ze meedeed. Ik merkte dat van tevoren al tijdens, maar ook nu zeker achteraf. Als ik gewoon even een rondje in de dorp loop, dan word ik minstens wel een paar keer aangesproken. Dus dat is gewoon superleuk dat het hier ook heel erg geleefd heeft. Ja, dat leefde enorm. Ze is hier geboren en getogen. Heel veel mensen kennen haar. En ze heeft hier ook eigenlijk altijd gewoond. Mensen leven al langer mee met haar sportieve carrière. Want die duurt ook al veel langer dan deze Paralympische Spelen. In 2013 is ze begonnen op deze onderdelen. Dus we leven al heel lang met haar mee. De Paralympische Spelen in Parijs waren echt een heel groot succes. Er zaten 80.000 man in het stadion tijdens mijn wedstrijd. Ja, en dat voel je gewoon aan alles. Voor de gemeente is het ook een speciaal moment, want Lara is de eerste uit de gemeente die voldoet aan de hoge eisen van het ereburgerschap. Ja, we zijn ontzettend trots op haar en we zijn ook heel erg blij dat we haar kunnen eren met een ereburgerschap en dat zij dat ook heeft willen accepteren. Dat betekent dus dat je in heel de gemeente er bovenuit steekt met eer burger van onze gemeente bent. En dat hebben we al na de herindeling ingesteld, dat ereburgerschap. Alleen is het er nog nooit van gekomen om iemand dat ereburgerschap ook echt te verlenen. Er zijn best wel strenge regels voor, wil je daarvoor in aanmerking komen. Maar iemand die en wereldrecordhouder is en een gouden medaille haalt op de Olympische Spelen, ja, die komt daar zeker voor in aanmerking.